Peter en Louis, of moet ik zeggen, Baltimore en Woepert. Hoe ging de première? Ja, fantastisch. Ja, dat is onbeschrijfelijk, hè. Een sprookje. Je kunt het niet dromen, zo goed was het. Ik kijk wel heel lang naar uit. Ja. En nu is het zover en we hebben al veel traantjes gelaten vandaag. Zeg maar, ik heb tijdens die première gezien, tijdens de voorstelling in het algemeen, Woepert, hoeveel slaag krijg je? Het is iets, hè. Ja, we gaan een spin-off reeks draaien, denk ik, over de domestic violence issues van Woepert. Nee, ja, dat is grappig. Je voelt ook gewoon als de Woepert een pets krijgt dat al die kindjes lachen, dus dat is leuk. Het is allemaal oké. Okay. Hier mag dat nog. Doe jij dat thuis ook, Peter? Nooit gedaan. Nooit gedaan? Nooit gedaan. Nooit. Een hele lieve, brave vader altijd geweest. Want hoe is dat nu voor jullie eigenlijk? Want volgens mij is de cirkel rond, hè? Vader en zoon samen op het podium. Jij die er al 20 jaar geleden deed. Ja, het is echt... Ik was deze middag heel geëmotioneerd. Heb ik bijna heel de voorstelling geweend. Maar nu had ik het een beetje onder controle. Maar het is echt heel heftig. Het is zo, ook het besef dat iets wat prachtig was, nu opnieuw terug prachtig is. En dan met mijn zoon in mijn voetsporen, meer kan een vader niet dromen. Hoe is dat voor jou, Louis? Want ik vermoed dat jij 20 jaar geleden in de zaal zat. Absoluut. Ik heb zelfs nog in de Ton van Pluisje gezeten tijdens de voorstelling. Ik was er zo goed als elke dag bij als hij moest spelen. We zaten heel de dag backstage of in de zaal inderdaad. Ik heb die voorstelling super vaak gezien, dus voor mij is het super nostalgisch. En het feit dat ik dat nu mag doen, dat is bizar en geweldig. En het publiek is echt helemaal mee, hè? De zaal gaat compleet uit zijn dak. Ja, dat voelen we wel. Hè. Ze worden teruggesmeten in de tijd en ja, er was een compliment. Deze middag, dank u wel om mij terug naar mijn jeugd te brengen. En ik denk dat dat de kracht is van deze voorstelling. Daarbuiten is het ook een onwaarschijnlijk sterk scenario, goede liedjes. En ja, dat wordt nu allemaal terug herbeleefd en dat is fantastisch.